Dat geeft energie, zeg ik dan maar dicht bij mijn eigen achtergrond blijvend. Mijn naam is Hans Slootweg van Enexis en Technische Universiteit Eindhoven. Dus ook een collega van de vorige spreker. Ik denk dat de cirkel wel aardig rond is. Want wij hebben eerst gehoord dat wij fundamenteel andere dingen met steden gaan doen. Dat wij daar op andere manieren in gaan leven en op andere manieren dingen samen in gaan beleven en gaan opzetten en gaan opbouwen. Vervolgens hebben wij een heel aantal technieken en technologieën de revue zien passeren waarmee dat kan en die daarbij helpen. Maar uiteindelijk hebben al die technologieën energie nodig. Want anders gaat het gewoon allemaal niet werken en komt het niet van de grond. Dus wat dat betreft, zijn we nu dan aanbeland bij de volgende stap in die keten, de energievoorziening die de zaak aan de praat houdt. En zoals ik nog zal laten zien, draagt die dan ook weer bij aan die samenhang en die samenwerking, waar de eerste spreker op uit was. Tegelijk zie ik een opvallend verschil met de voorgaande spreker, want die gaf aan dat naarmate een technologie rijper wordt, deze meer naar de achtergrond verdwijnt. Maar, zoals ik ook zal betogen, geldt voor de energietechniek, dat die na 100 jaar steeds verder naar de achtergrond verdwijnen en steeds verder uitrijpen, nu onderhand juist weer eens een keer naar de voorgrond moet komen. Omdat we er anders niet gaan komen. Dus denk aan stoossen, zoals onze oosterburen dat noemen, genoeg. Aan de ene kant bouw ik voort op wat er gezegd is, aan de andere kant ben ik het daar radicaal mee oneens. Dus dat kan dan ook weer stof geven tot discussie zometeen. Energie is ongrijpbaar. Het woord energie stamt af van het Griekse woord energeia. En energeia betekent werkzaam of actief. Energie zelf is ongrijpbaar. Maar dat geldt niet voor de effecten van energie. Dankzij energie komen er zaken in beweging. En met energie zijn dingen mogelijk en bereiken we resultaten. Energie is ook ongrijpbaar omdat het er soms is, maar soms ook ineens niet meer is. En de vraag is dan, waar haal ik mijn energie vandaan? Energie bestaat in verschillende vormen. En energie bestaat ook in letterlijke zin, maar ook in figuurlijke, overdrachtelijke zin. Fysische, natuurkundige energie, maar ook creatieve energie, creativiteit. Met de inzet van creatieve energie heeft de mensheid fysische energie ontdekt. Bronnen van fysische energie die ons in staat stellen om tot grote hoogte te stijgen. Die het ons mogelijk maken om alleen, maar nog veel meer samen met anderen, grootse resultaten te bereiken, grenzen te verleggen. Door fysische energie wordt de impact van onze creatieve energie sterk vergroot. En bereiken wij resultaten waarvan wij zonder fysische energie alleen maar zouden kunnen dromen. En die in de geschiedenis van de mensheid tot nu toe ondenkbaar waren. Al meer dan een eeuw halen wij fysische energie uit de aarde. Wij gebruiken enorme hoeveelheden fossiele brandstoffen om onszelf warm te houden, om onze economie te laten draaien, om ons voor te bewegen. De energievoorziening is de slagader van onze samenleving. Een essentiële voorwaarde voor vrijwel elke vorm van economische en maatschappelijke activiteit. Zonder energie staat de wereld stil en worden we eigenlijk teruggeworpen in het stenen tijdperk. Als wij zo doorgaan, houdt het letterlijk en figuurlijk een keer op. Wij voorzien ons van energie door enorme hoeveelheden olie, kolen en aardgas te verbranden in auto's, in vliegtuigen, in verwarmingsinstallaties, in elektriciteitscentrales. De beschikbaarheid van fossiele energie gaat voor het einde van deze eeuw zeer sterk afnemen. Het winnen van de laatste restjes wordt steeds duurder en steeds gevaarlijker. De CO2-uitstoot als gevolg van het verbranden van al die fossiele brandstof bedreigt ons klimaat en ons milieu. En de problemen ontstaan niet pas op het moment dat wij het allerlaatste restje aardgas, het allerlaatste druppeltje olie en het allerlaatste brokje steenkool hebben verbrand. De problemen ontstaan al eerder. Op het moment dat de productie van fossiele brandstoffen de stijgende energievraag niet meer kan bijhouden. Op dat moment stijgen de energieprijzen sterk. Op dat moment is er een risico op economische stagnatie, maatschappelijke onrust en politieke spanning.
Denk daarbij aan de stakingen van de vrachtwagenchauffeurs, nu een paar jaar geleden toen de olieprijzen sterk stegen. Die mensen zagen zich ernstig bedreigd in hun broodwinning en kwamen in het geweer. Het kan in 2030 al zover zijn en het is 5 voor 12. Wij zullen onze fysische energie echt ergens anders vandaan moeten halen. Gelukkig is er genoeg, dat is het goede nieuws. Er is ruimschoots voldoende energie. Want de hoeveelheid energie die de zon in een uur op aarde instraalt, is voldoende om het wereldwijde energieverbruik een jaar lang te dekken. En die zonne-energie kunnen we benutten. Kunnen we benutten met technologieën als windturbines en zonnepanelen. De energie is dus niet ongrijpbaar. Energie ligt eigenlijk gewoon voor het grijpen. We hebben dus geen energieprobleem, maar we hebben een energieconversieprobleem, een energieomzettingsprobleem. Een energieconversieprobleem dat we zullen moeten oplossen om van onze verslaving aan fossiele brandstof af te komen. Door het inzetten van creatieve energie, creativiteit, menselijk vernuft om te komen met nieuwe technologie. Technologie die de toepassing van duurzame energie gewoon aantrekkelijker maakt dan de toepassing van energie uit fossiele brandstoffen. Duurzame energie wordt vroeger of later de logische keuze. Het wordt niet langer iets voor alternatievelingen en idealisten. Het stenen tijdperk eindigde niet omdat de stenen op waren. Het stenen tijdperk eindigde omdat de mensheid betere oplossingen vond. En zo moet ook het tijdperk van de fossiele brandstof een keer aan zijn eind komen. Laten we onze creatieve energie daarom inzetten om die energievoorziening op andere leest te schoeien en te veranderen. De vraag is dan wel, hoe krijgen we dat voor elkaar? Want afkicken van een inmiddels meer dan 100 jaar durende verslaving aan fossiele brandstoffen is nog niet zo simpel. Een ruime beschikbaarheid van fossiele brandstoffen, relatief goedkoop, is de hoeksteen van onze huidige energievoorziening. Het bepaalt de wijze waarop ons systeem is opgebouwd en functioneert. De verduurzaming van de energievoorziening vraagt dus om een fundamentele koerswijziging, vraagt om nieuwe paradigma's, om verschuivingen in uitgangspunten. Niet langer zullen fossiele brandstoffen de kern van ons energiesysteem vormen. In plaats daarvan gaan duurzame bronnen de ruggengraat van het systeem vormen. En niet meer de slagroom op het toetje zoals nu nog eens vaak geval is. Daarmee komt er een einde aan de negatieve impact van het verbranden van fossiele brandstof op ons milieu. We zijn toe aan een transitie, een overgang naar een duurzaam energievoorzieningssysteem. Een duurzame energievoorziening vergt een intelligent energienet. Om grote aantallen installaties voor duurzame energieproductie aan elkaar te kunnen koppelen. Om de balans tussen geproduceerde duurzame energie en het verbruik daarvan optimaal af te stemmen. Om de capaciteit van het netwerk optimaal te benutten. Om blijvend een hoge betrouwbaarheid te garanderen voor deze essentiële voorziening. Een intelligent energienet vraagt dus om creatieve energie. En op die manier verbindt het niet alleen techniek, maar ook mensen met elkaar. Mensen die hun creatieve energie bundelen. Die een gemeenschap vormen waarin iedereen zijn eigen energie opwekt. Maar die vervolgens ook hun creatieve energie inzetten om die energie met elkaar te delen. Om voor elkaar dingen mogelijk te maken met de duurzame energie die zij elk individueel produceren. Power to the people, de energievoorziening terug naar de mensen. Maar ook power from the people, mensen die zich inzetten om met elkaar in hun energiebehoeften te voorzien. En dat niet langer anoniem. Voor het energieverbruik in huis, maar ook voor het verbruik van de elektrische auto, opgeladen met groene stroom, het duurzame vervoermiddel voor de toekomst. Creatieve energie van de mensheid staat aan de basis van nieuwe ontwikkelingen. Creativiteit waarmee ook een duurzaam, toekomstbestendig energievoorzieningssysteem kan worden ingericht. De komende decennia zullen wij onze energievoorziening opnieuw moeten inrichten met duurzame energiebronnen als uitgangspunt. Toen 100 jaar geleden de pioniers
aan het systeem begonnen, zoals wij dat nu hebben, konden zij niet bevroeden wat een hoge vlucht dat zou nemen. Hoezeer dat zou vernetten. Welke volumes daar overheen zou gaan en welke betrouwbaarheden gehaald zouden worden. Wij kunnen op onze beurt ons nu niet goed voorstellen hoe een duurzaam, toekomstbestendig energievoorzieningssysteem met duurzame bronnen als uitgangspunt eruit zou moeten zien. Maar het is tijd om in de energievoorziening de regie en de verantwoordelijkheid terug te leggen bij de verbruiker. En zoals wij ons nu niet goed voor kunnen stellen hoe dat zou moeten, gold dat ook voor onze voorgangers die 100 jaar geleden begonnen zijn. En daar profiteren wij nu nog van. En daarom is het zaak en is het tijd om onze creativiteit nu te richten op een duurzame energievoorziening in de vaste overtuiging dat we daarmee een verschil maken en dat generaties na ons daar nog van zullen profiteren. De vraag die rest is, wat is uw bijdrage? Ik dank u wel.